Ja, maar moet er wel deur die laag al, hè? Ja, die heb je niet op. Ik moet even naar mijn kip kijken, hè? Ja. Dat is maar een oude. Ja, dat doet het maar, hoor. Wat er niet? Oh, ik vind de achterdoek niet zo mooi, maar... Oh ja, daar ja. Heb je wel mooi. Kijk, de potjes zet ik al toe. Nou, dat vind ik mooi, allemaal. Van de week weer... Dan wordt je buurtje feller, hè? Ja, ja, ja. Dan krijg je een beetje meer rode kam. Rode kam, hè? Die ga ik trekken. Ja, en ons bloemenke toch ook wel erop gezet, hè? Dat ga je allemaal opgaan. Wat ga je moet ik wel reclame maken? Ja! Of hebben we verkocht? Ja, ben je hoor. Jij bent een goede promotor. Promotor, hè? Drie-dimensionaal met allemaal ja, dingen erop. Ja. Ik zeg, je bent... Dat was van een man op 80 en toen zegt hij, nou probeer het maar eens. Ja. Nou, en toen kwam er dit uit en toen zegt hij, hoe verder gaan. Ja, u hebt talent, mevrouw. Nou, hij zegt, je maakt er wel wat van, dat is ik heb dit. Want dit is ook al een beetje Monet, hè? Ja, dat kan wel, ja. Dus ja, je kunt het wel. Uit een blad van de Biesbos. Oké, ja. 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 En dit is van ons tafelkleed. Oh ja. Daar zit je zo te scheeën en schilderen terwijl je dat tafelkleed en kijkt. Dit is ook heb je tijdens het ontbijt gemaakt? Dit is ook weer nagetekend. Oh ja. Leuk hoor, ja. Ja, dat is gewoon een kleintje, een beetje fantasie, zeg maar, hè. En ga je nou ook reclame tekenen of zo? Ja, die heb ik wel moet ik nog nuttigen. Die moet je nog opeten. Helemaal uit een boek, een plaatje, ja. En dan op het boek zetten en dan moest het helemaal zelf inkleuren. Oké. En dan werd die, dat was gewoon jezelf, dan moet je dat gewoon zelf bedenken, welke kleur dat je erop zette. En nou hebben we, dit jaar is de bedoeling Monet. Monet, ja, ja. Dat is het thema. Monet, ja, dat is... Waterlelies, hè? Ja. Ik ken het. We zijn geweest. We zijn in de tuinen van Monet. Chivani, de tuin. Nou is het de bedoeling dat de KBO bestaat van het jaar zoveel jaar. En dan krijgt het, dan wordt heel groot. En dan kunnen we vrijwillig aan werken. En dan wordt voor het maar dat is wel leuk, dat, hè? Ja, ik zeg altijd... daar doe ik het dan ook voor, als het moet je doen het, hè. Dit doe je nou in opdrachten. Liever kleppen, hè. Nou, dat is toch ook een ideale gelegenheid. Oud wordt nou nog winter, hè, maar met het zonnetje, hè. Ja.